Ja, Hans, ik weet het. Die toespraken die vind jij maar niks. Maar ja, ik deed het ook op jouw feestje bij je intreereden. Dus ik vind ook bij je uitreereden, de cirkel is rond, moet ik ook wat zeggen. En bij zijn intreereden mocht ik hem een professorenbaret aanbieden. En ik heb hem een t-shirt gegeven. Fastest professor in the Western Hemisphere. Kijk, Hans weet het nog precies, want daar heeft hij 20 jaar last van gehad. Om dat niveau vast te houden. Jarenlang is hij daarvoor bezig geweest. Vorig jaar, eindelijk, is hij verslagen door associate professor Verberg. Voor hem meteen de reden om onmiddellijk te stoppen met zijn professorschap. Want als je dit t-shirt niet meer met ere kan dragen, dan moet je gewoon je verlies nemen en afnokken. En vandaar ook die uitreden. Als vandaag heb ik weer een paar cadeautjes. Oh jee. En die ga ik gewoon een beetje toelichten. Eigenlijk wordt mij gevraagd om een paar mooie herinneringen op te halen van de DFV-tijd. Maar ja, dat heb jij gisteren allemaal al gedaan. Dus ik ga me vandaag alleen maar beperken tot dingen die jij niet verteld hebt. En dat begon wat mij betreft op 1 maart 1980, 31 jaar geleden, ik werd collega van Hans. Sterker nog, ik werd door Hans aangenomen. Dat wil zeggen, ik werd eerst door Hans afgewezen. Omdat hij de voorkeur gaf aan een meer ervaren kracht. Dat was Dirk de Gier. En het feit dat Dirk de Gier nog steeds bij DFV werkt. Nee, hij is met levensloop. Ja, maar wel op kosten van DFV. En ik niet meer. Geef toch wel aan dat Hans dat toen al goed gezien had. Okay. Toch werd ik kort daarna nog eens uitgenodigd om ook eens te gaan praten. Er was wel geen vacature, maar ik had 2 items op mijn cv staan die voor Hans wel interessant was. En dat was enerzijds, ik was ook in 1954 geboren. En anderzijds werkte ik bij DF, bij Kiwa. En u heeft gisteren gehoord dat Hans, toen hij moest kiezen of hij nou bij DFV of Kiwa gekozen had, of zou gaan werken, voor DFV gekozen had. Maar kennelijk had hij daar toch nog wel wat twijfel in. Dus hij dacht, ik nodig hem eens uit, ik wil het eens horen. En fijn, om lang verhaal kort te maken, we hebben een heel gelukkig gesprek gehad. Ik ben bij DFV gaan werken en Hans wist genoeg. En ons gesprek liep eigenlijk nog op diezelfde manier zoals het nog steeds gaat. We kletsten heel wat af. En in eindeloze discussies maakten we eigenlijk de conclusies voor ons rapport. En vervolgens schreven we dat er nog eens op. Want met elkaar discussierend kom je eigenlijk veel sneller tot de conclusie dan zelf tobbend en uitgebreide ingewikkelde sommetjes maken. Die deden we dan ook wel, maar we wisten in ieder geval al wat eruit moest komen, dat sommetje. En dat helpt ons engineer. Dat zijn we eigenlijk nog steeds gaan doen. Want de afgelopen 10 jaar denk ik dat ik 3 tot 6 uur per week bij Hans in de auto en in de pizzeria zat. En werkelijk alles kwam voorbij. En altijd op de achtergrond, de Beatles. Mijn sollicitatiegesprek was wel een beetje kenmerkend voor Hans. Want er was wel geen vacature, maar Hans zorgde gewoon dat er een vacature kwam. En zo kwam ik uiteindelijk daar in dienst. En die spirit was feitelijk ook doorgaan in de hele groei van de drinkwatergroep. We keken niet zozeer naar wat is de actuele werkvoorraad en wie moet dat allemaal gaan doen. Maar als je veel enthousiaste jonge mensen bij elkaar krijgt die het allemaal leuk vinden, dan vinden die hun werk weg en hun werk zelf wel. En in het begin deden we eigenlijk hoofdzakelijk de buitenlandse projecten. Bangladesh, Saudi-Arabië, Indonesië, Nigeria. Allemaal best boeiend. Maar ja, het kon natuurlijk pas echt wat worden als je ook in je eigen thuisland. Dat was toen nog een beladen begrip, maar ik bedoel tegenwoordig. Kun je dat gewoon weer gebruiken. Dan stel je pas wat voor. En ik denk dat als we kijken naar de huidige referenties met een heel en berenplaat. De enige
above 100 mgd plant in Nederland, dan kun je ook internationaal meedoen. Maar goed, dat was het werk. Wat was eigenlijk het belangrijkste bij DFV? En dat waren gewoon de drinkwaterweekenden. En wat daar gebeurd is, hoef ik jullie allemaal niet te vertellen. Want bij DFV maakten we daar gewoon een rapport van. Ik heb hier herinneringen aan 10 jaar drinkwaterweekend. Uitgebreid gedocumenteerd, helemaal voorzien van foto's, uitgebreide statistieken, wie aanwezig waren, wat er gebeurde. En een van de meest fameuze dingen was ook de spreadsheet. Van André. Hoe kwamen we aan al deze bestellijsten? Tegenwoordig zie je dat ook. Je hoeft alleen op te geven het aantal volwassenen en het aantal kinderen. Je drukt op de knop en inderdaad, de hele bestellijst van de kruidenier kwam er uitgebreid uit. En nou deden we dat inderdaad wel zo, dat we soms op het eind van een avond inderdaad alle wijn moesten opmaken, want we wisten budgetair, als we hem nu niet opmaken, hebben we hem volgend jaar niet meer. Nou, dat principe, dat kennen velen van u in uw eigen bedrijf. Wij hadden dat gewoon nodig voor onze noodzaak voor het bestaan. En om toch nog wat herinneringen daarvan op te halen, is er ook één fameus ding, en dat was eigenlijk het drinkwaterweekend. Het drinkwatertechnologenlied, wat daarvoor gemaakt werd. En daarvoor moet ik u toch even iets van laten horen. Ja, daar kan ik nou echt niet bij, waarom die drinkwatergroep zo arrogant gevonden wordt. Ja, dat is er ook weer. Ja, dat is heel oud. Voor mij willen we er nu nog van één te maken dat die pak in wegwezen. Afspelen, maar eigenlijk ook kenmerkend van die drinkwaterweekenden was dat deze songs ook gewoon live gespeeld werden en uitgebreid in muziekavonden werden gedaan. En gelukkig hebben wij ook de auteurs van deze meesterhit hebben wij nog aanwezig. En zo meteen gaan die dat ook eens nog eens even echt live voor u spelen. Een kenmerk van die drinkwaterweekenden waren ook, want u heeft het vandaag ook gezien, al die t-shirts, maar wij deden dus ook aan de t-shirts. En om daar nog iets van te laten zien, wil ik u laten zien wat onze t-shirt traditie was. Oh. Dit was Erwin. Wat ik dat? Dat was de winnaar van de 5 kilometer. Dat past er nog steeds al denk ik. Ja, tuurlijk. 27 jaar. En u herkent onmiddellijk wie dit is. Peter de Mol. Voor iedereen was er een eigen t-shirt. Oh, heel lang geleden. In dat boek staat echter één belangrijk ding niet. Wel hoe het ontstaan is, die drinkwaterweekenden, maar nooit waarom het geëindigd is. Uit die jaarverslagen bleek dat Hans en Ron nog nooit een drinkwaterweekend hadden georganiseerd. En zij boden aan het 11e drinkwaterweekend te gaan organiseren in 1999. U begrijpt het al, er kwam iets tussen. We werden een sector van 100 man. En dat leek wat groot voor een weekend. 12 jaar lang is dit toch wel weer een smet geweest op het blazoen van Hans. Maar met een 12-jarige voorbereidingstijd staan we dan nu toch eindelijk op het 11e drinkwaterweekend. Ofwel vrij naar de Eagles. We never quit. We only took a 12 years vacation. En ik mag toch wel zeggen dat Hans en Ron, en ook vooral Addy,
met deze happening hun belofte meer dan waargemaakt hebben. Het aantal deelnemers blijkt dus helemaal geen probleem. Wel hebben ze de naam gewijzigd in de eerste Trekker Reunion, dus dat belooft iets voor de toekomst. En over die toekomst, daar wil ik het nog even verder met u over hebben. Daar was ik al bang voor.